Dankzij een hele goede kerel hebben we dus weer een nieuw beunproject, oftewel een scootmobiel. Welkom bij nummer 6 van Building the Ultimate Krabkar bij Bubske Bobby. En zoals jullie misschien al is opgevallen, de hamburger heeft een donkerblauw kleurtje gekregen. Nou ja, waarom is dat? Daar kom ik straks op terug. En waarschijnlijk denken jullie nou ook wel, maar Bob, er is helemaal niks aan veranderd of iets. Alleen, ja, de blauwe kleur. Nou ja, dat klopt. En trouwens daar die duct tape, maar dat is een klein probleempje nog. Daar kom ik ook nog op terug. Waarom is er niks aangedaan? Nou ja, ik ben druk bezig geweest met andere projecten, oftewel voor volgend jaar zomer. Voor nog iets anders waar we na deze video aan gaan beginnen. Ah ja, ja dat was het eigenlijk wel. Ik heb me niet meer excuus. Alleen dat het mooie prachtig krabvlaggetje er nog op zit. Trouwens, die kan je ook lospakken. Dat ik voor een kerel laten zien. Ja, die kan je er dus afpakken. De motorruimte gaan we straks een beetje over beginnen. En natuurlijk de binnenkant begin ik ook nu over en over dit niet alles gekleurde blauw. Deze video gaat over een complete tour of de krabburger. Want ja, in de volgende video part nummer 7 van Building the Ultimate Krabkar gaan we beginnen aan de hamburger. Dus dan is het helemaal geen vogel voor jaren kooi meer. Dus ja, de parkiet moeten we dan helaas gaan verkopen, want die heeft er geen kooi meer. En als je nu snapt wat ik ermee bedoel. Nou ja, weet je, dit is net zo'n vogelkooi. Of heb ik dat nou? Kijk zo. Net zo'n vogelverjaren. Dus we gaan in deze video een dikke vette tour geven van de Ultimate Krabkar. De motor, hoe alles werkt, waarom het is gemaakt. Waarom ik het zo heb gedaan en waarom, ja, en alles en nog wat. Dus ik zou zeggen van... like jongen, dit ding is vet. En trouwens jongens, sorry van de wind die jullie misschien soms horen. Ik sta op een hele... boerenweiland, trouwens daar is Brabants praten opgenomen. Ik weet dat die video op het moment heel vaak bekeken wordt, dus er zullen vast mensen bij zijn die zijn gekomen via die Brabants praat video. Als er trouwens nummer 2 moet komen, komt eraan. Trouwens nummer 3, want nummer 2, het was mijn drone gecrashed, dus nummer 3 van Brabants praten 3.0. Maar goed, waarom zit ik nou in de krabburger? Nou ja, we gaan hier beginnen met de tour. Zoals jullie hier op de grond kunnen zien, hebben we twee hele mooie pedaaltjes. Zoals je daar kunt zien, daar zit een veer op en ja, gewoon een pedaaltje. Remkabel zit trouwens daar, dus we hebben een soort van hefboom. Dus als we op het pedaaltje trappen, kijk, dan zien jullie dat de rem wordt geactiveerd. Dus dit is eigenlijk het rempedaal en langs zie je nog een heel mooi prachtig pedaal. Als we daarop drukken, dan gaan we naar de 300 km per uur. En als je me niet gelooft, dan kan die ook zeker niet. Dus ja, waarom is hier ook niet alles blauw geverfd? Nou ja, dit is zeg maar van, het is gewoon een simpele grondlaag, zeg maar. Hetzelfde als dit allemaal, dat is allemaal grondlaag. Tenminste, de binnenkant, die moest wel goed zijn, want hier kan de verf nog intrekken, want hout zuigt verf, weet je wel. Als we hier de final rode, donkerrode kleur op maken, dan moet dat natuurlijk niet erin trekken, dus dan is het ook helemaal prachtig geschilderd. En zoals jullie kunnen zien aan de buitenkant, weet je wel, ja. Ja, dat kan een Pool nog beter, zeg maar. Sorry, ik heb niks tegen Polen, maar het is gewoon. En goed, dan hebben we hier, om verder te gaan, een contactslot. Een sleutel van een booster. Onderstel is trouwens van een scootmobiel, daar heb ik dit vandaan. Dus zodoende. Hier een mooi prachtig contactslot. Dan hebben we hier... hebben we dan waar die, zeg maar, erin gaat. Waarom zit er duct tape? Nou ja, die kabels die trok ik er straks sprongelijk uit. En ik moest deze video wel nu opnemen, dus ja, daarom zit er even duct tape. Maar ik heb niks gezegd hoor. Dus als de motor start en we douwen dit slotje erin, dan stopt samen de motor, want ja, dan is de stroomkring rond. Dan komt er een soort van kortsluitingachtig iets, dat de motor stopt met lopen. Ik zal het straks voordoen. Dan hebben we hier een prachtig stuur van een auto. Heb ik even eraf gehaald. Ja, sorry auto die nou geen stuur heeft. Zoals je kunt zien. Ah, ik kreeg stroom jongen. Gast. Oké, dat was dus denk ik geen stroom, maar boeien. Kijk, zoals je kunt sturen. Kijk. Ja.
kruiskoppeling, nog een kruiskoppeling daar, zeg maar. Dus ja, zo kunnen we het samen sturen. Want ja, normaal zit het stuur samen in het midden. Als ik dat hier deed, ja, dan was het zeg maar geen echte krabburger, oftewel een tweezitter. Dus goed, dan hebben we hier nog het, ja, het bankje waar je op kan zitten. Ik sta trouwens ook meteen boven de motor. En dit is dan voor de bagageruimte voor een slachtoffer/passagier. Zodoende. Dan hebben we hier aan de buitenkant. Dit is nog van het gaspedaal. Dat kon ik ze niet helemaal wegwerken, want het zit echt in een hoekje gefrot, zoals jullie misschien wel hier kunnen zien. Ja, het zit echt in een hoekje gefrot. Ik ben echt blij dat ik deze heb gekregen met hout en alles. Dat heb ik trouwens ook niet echt gefilmd. Van hoe ik het hier op heb gemaakt, want ja... Voor de mensen die de show misschien wel herkennen, als iets niet lukt... Dan wordt het heel stom om eraan te werken. Nou ja, dat had ik hier dus ook mee. Dus goed. Hier hebben we dus ja, het gaspedaal, bedieningspaneel zijn we meer. Hier komt de remkabel uit, die gaat naar het rempedaal, of ja, naar de trommelrem. Gaskabel, die gaat hierdoor helemaal naar achter. Kom ik daar ook nog op terug. Zodoende dus. Hier hebben we dus een frame, heb ik erop gemaakt. Dit is trouwens nog van Scootmobiel dit. Dit is van Scootmobiel, dat ook, zeg maar. Hier zit zo'n ding, dit is trouwens om die houten plaat. Moet er tegenaan te hebben dat hij niet gaat trillen. Hier hebben we trouwens de enige echte rem. En trouwens, als je afvraagt, blijven die wielen rood? Die worden allemaal zwart gemaakt, dus geen paniek. Maar dat doe ik pas als alles bijna klaar is, want ja, dan is het eigenlijk wel het moment ervoor. En hier is trouwens de stuurkolom, prachtig naar onder. Remkabel gaat erin, als je hem induwt, gaat dit naar achter. Dan komt er een, hier denk ik een flapje tegen de buitenkant aan. Nou, zo doen. Remt hij dus. Als ik trouwens 50 km per uur hiermee rijd, bedoel ik, en ik rem ermee. Nou ja, dan duurt het wel een paar meter voordat ik stilsta, dus die rem is niet heel erg optimaal, maar het is er maar waarom dat ik reetje heb. Dan heb ik hier een hele ijzeren frame opgemaakt met allemaal betonijzer. Waarom heb ik dat gedaan? Hieromheen komt allemaal fijn vogelvoyeur/kippengaas. Wordt er helemaal omheen gevouwen dat het helemaal rond is, weet je wel. Een frame hebben we ervoor nodig. Voor de mensen die trouwens soms carnavalswagens bouwen of dingen met papier-maché doen, die weten dat wel, maar hier komt dus vogelvoyeur gaas omheen. Dat is heel fijn gaas gewoon. En daaromheen komt geen papier-maché, maar er komt dan fiberglass. En dat is een soort kunststofachtig iets wat tegen water kan en alles en nog wat. En geloof mij, dat is niet goedkoop. Maar goed, hij moet natuurlijk wel mooi worden. En trouwens, al het geld wat ik hier insteek, kon ik ook een best wel professionele drone verkopen. Dus vergis je eigen niet hoeveel dat hierin zit. Maar goed, de kooi, hier het onderstel. Dus onderstel nog van het scootmobiel waarvan die is gemaakt. Dan ziet u hier twee prachtige luchtscheppen. Waarom zitten er luchtscheppen? Nou ja, zoals je kunt zien. Ik weet niet of je kunt zien, maar kijk, die komen dus onder de auto uit. Als het helemaal dicht is, dan komt hier geen frisse lucht meer bij. Dus onder de auto is dan nog wel frisse lucht. En die wordt hierdoor omhoog geschept in de motorruimte. Zodoende heeft de motor koeling. Of ze trouwens genoeg koeling heeft, I don't know. Maar daar komen we dan wel achter. Ik hoop het wel. Ja, weet je, hier nog meer frame. Komt allemaal kaas omheen. Ik heb thuis trouwens nog hier een kofferklep verliggen. Die kan ik eroverheen schuiven. Ook van helemaal van betonijzer gemaakt. Van de ijzer dan zeg maar. Waarom is die eraf? Nou ja, het trilt als de ziekte. Als die erop zit en als de dimmer klaar is, is die waarschijnlijk ook voor de meerderheid vanaf, meer de tijd. Want ja, warme lucht moet eruit, snap je? Trouwens, het zijn allemaal paarden, dus mensen die paarden houden. Kijk, een paardje, ik weet niet of een paard het is. Maar goed, de motorruimte, ik heb er een zelfgemaakt uitlaatje voor gemaakt. Roestvrij staal, hier met een gegalvaniseerd buisje omhoog. Zit gewoon op de normale uitlaat, want ik heb al verteld, als ik hier iets zelf op knutsel, ja, dan gaat het waarschijnlijk fout, dus dat heb ik wel mooi niet gedaan. Kijk, een uitlaatje als die trilt, kijk, door dat rubbertje trilt hij mooi mee. En die uitlaat, jongen, is echt sick. Dan hebben we hier, ja, voor de bougie, zeg maar, voor de mensen die van motor snappen, dit is de bougie. Hier is dan, zeg maar, de carburateur, luchtfilter, uitlaat. De gore nog wat, of wie het is daar, ik weet niet precies. Maar als je dus zeg maar gas geeft, dan gaat die kabel, die wordt strak getrokken. En dan zit hier zeg maar daar een kabel. Ik zal even inzoomen. Dan zit daar een kabel, die gaat dan ook bij elkaar. En zodoende wordt er gas gegeven. En er zit een veer op.
Je wil natuurlijk niet, als je met dit ding 70 rijdt of zo, dat die asfalt blijft hangen. Dus vandaar ook de noodstop. De benzinetank. Wojo. Oh, kijk, ik hou van paarden. Maar goed, de benzinetank. Waarom zit hij hier? Nou ja, die zat eerst hier, zeg maar, boven de motor. Maar ik moest al, zeg maar, gaan zitten met mijn krapkar, zeg maar. Ik heb fans, jongens. Hallo. Nee, maar goed, de benzinetank zit hier, want daar kon hij niet. Want ja, het is best wel krap. Want ik moest, zeg maar, hier kunnen zitten, want anders kwam hij allemaal niet uit met maten en alles. Dus daarom zit hij daar. Zit hier een benzineslangetje. Waarom zit de plakband op? Nou ja, de benzineslang is net iets te dun. Anders werkt de klemmetjes helemaal niet goed. Dus daarom heb ik dat gedaan. Hier komt de gaskabel nog vandaan. Ja, die gaat aan de motor. En dan hebben we hier een zelfgemaakte kettingspanner. Waarschijnlijk valt je als eerste de veren op. Waarom zitten er veren? Stiekjes bedoel ik. Omdat ik op veren nog wacht. Dus die komen ook binnenkort. Ja, hier de ketting dan, zeg maar. De tandwielverhouding is 14:48 tans. Dus ja, hij is best wel vlug. Er zit er een certificaal koppeling op. En trouwens, nou moet jullie me even helpen. Deze koppeling, die wordt zo warm. Die stok ik volgens mij bijna helemaal kapot. Maar ja, dit is ook een ding van misschien wel 250 kilo of zo. Dus ik vind het eigenlijk niet heel erg gek. Ja, hier hebben we dus het achteras met een differentieel. Des te voor als je door een bocht gaat, draait die meestal sneller of die. Nou, en dan zijn we door de bocht kan, weet je wel. Ja, gewoon een heel dun asje. Daar is ook echt over nagedacht. Ja. Maar dat is ook van het onderstel van het scootmobiel. En dan hebben we hier de enige echte krappaal, ofwel de vlaggenmast. Die wordt nog helemaal mooi bijgewerkt. Krijgt een prachtig kleurtje. We komen dus samen nog. Hier komt in het midden komt zijn hamburger uit de lek. Dan gaan we eerst doen. Eerst met polyester helemaal recht. Dan een stukje schuim erop plakken. Dan we daar polyester overheen. En dan zie je net dat het een hamburger is. Hier komt de koplamp. Koplamp, kentekenplaat. Met natuurlijk een watermerkje erin. Dat je weet dat dit ding van mij is. Achterkant, achterlicht, achterlicht. Kentekenplaat. Twee augurkwielen. Daar komt een augurkwiel. Daar komt een augurkwiel. Augurkwiel, augurkwiel. En dan nog daar een voorruit. En dan, jongens, dan mogen jullie van alles zeggen wat jullie willen. Maar dit ding is echt wel sick. Trouwens, ik ben ook van plan om met de carnaval mee te doen. Maar dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dus als er mensen zijn die meer van dit soort gekkigheid thuis hebben, ook met een benzinemotor, en die het misschien wel leuk vinden om met de carnaval mee te doen, laat even een reactie achter, dan plannen we iets. Want als we met allemaal van deze verschillende wagens, of ja, poegjes, scootertjes, dit soort gekkigheid met een optocht mee kunnen doen, is wel vet hoor. Dus jongens, reacties. Maar goed, wielen worden trouwens ook nog zwart, dus daar zie je dan uiterlijk niks meer van. Ah ja, dan zullen we zeggen, we zetten een paard erin en we trekken hem gewoon aan. Zo, hij lust er wel van, jongen. En trouwens, ik bedoelde er zelf maar mee, als je het induwt, kijk, dan stopt hij, dus ja, ga ik hem een tweede keer aantrekken. Oh, fijn! Kijk, en dan, boom, 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 knabbel, knabbel en mabbel. Oké jongens, meestal is dit een weg waar ik hem dan doe testen. Dat is gewoon één lange rechte weg, helemaal tot daarachter. En hier achter mij, dat is dus ook nog van alles. En meestal, ja, rijd ik er niet harder als 50. Want ja, de weg is toch een beetje grindachtig zoals ik het zie. En soms zitten er wel wat kleine deukjes en bultjes in. En dan wil je niet met zo'n ding eroverheen vliegen. Maar dit is meestal de weg waar ik hem doe testen. En dan ben ik dus hebben ongeveer 1 of 1,5 minuut ben ik dan al meteen 2 à 3 kilometer verder weg. Op een weg bij weer een keidrukke weg. Die weg, daar moet ik niet gaan rijden, want daar rijdt keiveel politie. Geen slim idee, deze weg kan wel.
Het is een mooi weggetje zo. En dan kun je meestal draaien en dan weer terug als een gek. En kijk nou eens hoe snel ik hier voorbij jaag, jongen. Dat is echt niet ervan. Ja, dat is.